in deze kerstige vlog hebben we een speciale gast, namelijk Mariella Beukers. En Mariella heeft dit leuke boekje geschreven. Punch, kandeel en claret. Historische drankjes om zelf te maken. En ik vroeg me af, Mariella, hoe ben je op het idee gekomen om dit boekje te gaan schrijven? Nou, ik bestudeer al heel lang de geschiedenis van wijn. Daarnaast was ik heel nieuwsgierig wat er eigenlijk behalve wijn nog meer gedronken werd in Nederland in het verleden. Bovendien is er altijd aandacht voor de culinaire recepten, hè, het eten, en zelden voor het drinken. Dus ik vond het tijd om daar wat aan te doen. Ah, kijk, dus eigenlijk is dit een uniek boekje. Dit is een uniek boekje, absoluut. En ja. Hoe ben je nou aan al die recepten gekomen die hierin staan? De recepten komen allemaal uit handgeschreven manuscripten, zoals deze twee die hier liggen. Het zijn recepten uit een adellijk en hoogburgerlijk milieu. Die werden in dit soort handschriften opgeschreven om over te dragen van moeder op dochter, van vader op dochter, van pleegmoeder op pleegdochter of van tante op nicht, nou, noem maar op. Dus eigenlijk een soort familiegeschiedenis aan de hand van recepten. Absoluut, ja, dat is heel mooi gezegd. Het is echt een familiegeschiedenis in eten en drinken. Ja. En deze twee boekjes die komen ook uit onze collectie, want daar zitten we hier natuurlijk ook. Want je hebt ook dus recepten uit het Gelders Archief gebruikt. Ja, en wat hebben we bijvoorbeeld hier liggen dan? Nou, we hebben hier twee handschriften waarvan de eerste hier een receptenboekje is wat toegeschreven wordt aan Sophia Justina Taats van Amerongen. Dat is een hele mond vol. Dat is een hele mond vol. Zij leefde begin tot de helft van de 19e eeuw zo ongeveer. Op Huis Ruurlo. Dus het zijn allemaal recepten uit het archief van Huis Ruurlo. En dit is een recept voor frambozenazijn. Ja, dan zou je misschien denken van dat is een recept voor een saladressing. Ja. Maar in Amerika was het in deze tijd heel gebruikelijk om fruitsappen te maken aangelengd met azijn. En die als een soort siroop, aanmaaksiroop te gebruiken. En dat waren hele doorslessende drankjes. Bovendien zie je ze ook aangeprezen worden voor mensen die koorts hebben. Dus het is koortsverlagend of koortswerend. Dus het is ook heel doorslessend. Dus niet alleen lekker, maar ook medicinaal. Absoluut. Het is ook echt goed voor. Ja, heel veel drankjes uit deze tijd en uit het verleden zijn vaak ook medicinaal bedoeld. Komt ook met het tweede recept. Ja, want wat had je nog meer? Want dit boekje ziet er duidelijk ouder uit. Ja, dit is een boekje van de grootmoeder van Sophia. Dit is het boekje van mejuffrouw Catharina Johanna Mossel. Staat er ook heel mooi, mejuffrouw Catharina Johanna Mossel. Precies, keukenboek uit 1753. En uit dit boekje heb ik het recept voor hypocras gekozen. Dan moeten we even bladeren waar het recept is. Hier is het. Nou, er staan natuurlijk allerlei prachtige andere recepten in om aalbessen nat te maken, citroenpap. Maar het gaat om de hypocras. Die hypocras. Ja. En wat is hypocras? Hypocras is een kruidenwijn die eigenlijk al in de middeleeuwen veel geschonken en gedronken wordt. Het kan witte wijn zijn, het kan rode wijn. En daar gaan specerijen en suiker bij. Het werd koud gedronken in tegenstelling tot bisschopswijn. Daar lijkt het wel op. Bisschopswijn wordt warm gedronken. Hypocras wordt koud gedronken. En het werd vaak na de maaltijd, na het zoete banket geschonken. Soms ook wel gewoon, puur om de spijsvertering te stimuleren. Met wat zoete hapjes erbij. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, nou, ik heb voor je eerst frambozenazijn ingeschonken. Nou verwacht ik dat het heel zuur is. Proef maar. Hou ik hem goed vast zo, ja, volgens de etiketten? Ja, eigenlijk natuurlijk zo. Ja, vooruit dan maar. Oh, dat is eigenlijk heel lekker. Ja, hè? Ja, dat is helemaal niet veel over de sla. Nee. Nee? Nee, dat is echt heel doorslessend. Ja, het is een beetje gewoon een licht zuurige limonade. Precies. Lijkt me heel lekker op het terras midden in de zomer, als het heel heet is. Precies. En dit heel koud. Ja, ja? Absoluut. Lekker hoor. Is het nou heel ingewikkeld om zelf te maken? Nee, heel erg makkelijk. Je hebt alleen maar frambozen, suiker en azijn nodig. Oh, dus dat kan zelfs ik? Dat kan zelfs jij. Oh. Ja, en dat staat allemaal uitgelegd. In het boekje. Ja. Oké. Lekker hoor.
En nu de wijn. En het wijn, ja, de Hippocras. Ja. Dat is wel een bescheiden glaasje. Is een bescheiden glaasje. Geschonken. Ja. Dan moet je ook aan nippen. Ja, je ruikt alle kruiden die ja, erin zitten. Ja, hè? Ja. Ja, dingen als kruidennagelen. Kaneel. Kaneel, ja, zeker. Mm. Ook heel erg lekker. Ja? Echt een kerstdrankje. Ja? Ja, en nog goed voor me ook nog. Ja, voor alle andere kwaaltjes. Goed voor de spijt, ja, absoluut. Voor alle andere kwaaltjes. Oh. Je wordt helemaal fit hoor je ervan. Nou, zeg, ik voel het ook. Ik word er helemaal fit van. Oh, zeg, wat lekker. Maar ja. Dit soort recepten staan dus allemaal in dit boekje. Ja. En nog veel meer natuurlijk. 28 stuks, een aantal uit het Gildersarchief, maar ook uit het Drentsarchief, Utrechtsarchief, privécollecties. Ja. Waar archieven al niet goed voor zijn. Ja, een schat aan informatie. Ja? Ja. Nou, hartstikke leuk Marielle, dankjewel. Graag gedaan. En deze ligt nu in de winkel? Ligt in de boekwinkel, ja. Nou, dan rest ons nog te zeggen... Proost. Proost. Ja. Fijne kerstdagen.